Hartelijk welkom bij de 1.2 Biocast. En die heet waarnemen. Dingen bekijken en ze dan op gaan slaan. Ja. Biologen willen altijd organismen indelen in groepen. Dat kunnen ze niet laten. En als je dat doet, gaat indelen in groepen, ordenen heet dat, dan kijk je naar verschillen, maar ook naar overeenkomsten. En als je dan een naam wilt vinden, determineren, je hebt een beestje gevonden, dit diertje bijvoorbeeld, en je wil weten hoe dat diertje heet, dan kun je gebruik maken van een zoekkaart. Bij zo'n zoekkaart begin je altijd bij start. En de eerste vraag is hier, heeft het dier zichtbare poten? Nou, dat dacht ik wel, want ik zie er een hele bos. Heeft het dier 6 poten? Ja, en nog wel veel meer. Heeft hij er 8? Nou, nog wel meer. Dus het antwoord is nee. Is het dier lang met heel veel poten? Wel met heel veel poten, maar ik vind hem niet echt lang. Lijkt het opgerolde dier op een kogeltje? Nou, dat vind ik niet. Dus dat betekent dat het een pissebed is die ik heb gevonden. Zo heb ik met de zoekkaart de naam gevonden. En dat moet jij ook kunnen doen. Ik heb hier een muis, een snoek, een kikker, een zwaluw en een alligator. 5 dieren en die dieren hebben een aantal overeenkomsten. En de belangrijkste overeenkomst die ze hebben is dit. Ze hebben allemaal een wervelkolom. Daarom horen deze 5 dieren bij de groep van gewervelde dieren. Maar ja, er is nog wel een verschil. Zo legt de zwaluw eieren en heeft die een huid die bedekt is met veren. De muis die krijgt levende jongen en heeft een vacht. Daarom hoort de zwaluw bij de vogels en de muis bij de zoogdieren. Dat zijn dus de verschillen. Tekeningen kun je op verschillende manieren maken. Je kunt zo'n tekening maken als rechts en eentje zoals links. De tekening zoals links is een natuurgetrouwe tekening. Als je 2 hazen zou hebben, dan zou je ze aan de hand van de tekening uit elkaar moeten kunnen houden. Want alle details staan erop. De rechtertekening is een schematische tekening. Bij een schematische tekening geef je alleen de belangrijkste dingen aan. Die schematische tekening, die ga je ook nog wel maken bij biologie. En als je dan gaat tekenen, dan gelden een aantal regels, de zogenaamde tekenregels. Je moet altijd tekenen met een potlood, een HB-potlood. Alle teksten die je op je tekening schrijft, schrijf je ook met potlood. Teken zo groot mogelijk, minimaal een half A4'tje groot, en met strakke lijnen, dus niet schetsen. Teken precies wat je ziet en overtrekken is ook niet aan de orde. Je mag geen kleuren of arceringen gebruiken. Als een structuur zich herhaalt, dus je ziet iets heel vaak hetzelfde, dan teken je schematisch een gedeelte in detail en de rest laat je zitten. Want we hebben nog wel meer te doen. Je mag geen tekening van een tekening maken. Dus echt alleen maar tekenen wat je ziet en niet natekenen. Houd rechts ruimte voor de namen van de onderdelen. Hier zie je een voorbeeld van zo'n tekening. Hier rechtsboven, daar staat je voornaam, maar ook je achternaam, de klas, de datum en de bijbehorende paragraaf van het boek of de opdracht of whatever. Linksbovenin, daar komt ook wat te staan. De soortnaam van het organisme dat je tekent. Welk deel? Teken je het helemaal of maar een gedeelte? Het aanzicht? Zie je het van bovenaf, van onderaf? De vergroting? Dat is natuurlijk alleen als je met een loep of een microscoop werkt. Is het een nat of een kant-en-klaar preparaat? Is het gekleurd of niet? En de doorsnede? Lengte of dwars? Wat het maar is. Dan rechts, hadden we het al even over, zet je de namen van de onderdelen. Je tekent lijnen en die lijnen die moeten horizontaal zijn en niet kruisend. En natuurlijk maak je die lijnen met je geo of met een lineaal. Hieronder eventuele bijzonderheden. Nou, meestal zijn die er niet, maar als er wat is kun je het daarop schrijven. Hier zie je nog wat goede en foute dingen. Bij A zie je dat links geschetst is. Heel leuk bij het vak tekenen. Maar bij tekenen bij biologie niet aan de orde. Gewoon strakke lijnen. Bij B, nou,
Diegene die die tekening gemaakt heeft, die vond het wat veel werk. Dus die heeft maar even gearseerd. Bij B, dat mag niet. Bij C zie je ook dat er niet in detail getekend is. Iemand die zeker gauw klaar wou zijn. Dat is ook niet goed. En hier is er iemand die de houtvaten niet horizontaal geschreven heeft. Dat is ook slordig en kost je ook punten. Hier zie je een damhert uit het Wilhelminapark. En die heb ik nagetekend. Natuurlijk ben ik begonnen met op te schrijven dat het een damhert was. Dat ik een kop en een gedeelte van de romp getekend heb. Dat het een vooraanzicht is. En dat een damhert, tenminste het damhert dat ik getekend heb, 1,20 meter groot is. Mijn naam, voor- en achternaam. De klas waar ik in zit. De datum. En de naam van de opdracht was in dit geval de schoolomgeving. Hier de eigenlijke tekening. En dan heb ik hier de onderdelen benoemd. Let op, als je dus in de knoei komt met je streepjes, mag je een gedeelte schuin zetten en daarna horizontaal. Het laatste gedeelte is altijd horizontaal. En zo zet je alle onderdelen die je wilt of moet benoemen erin. Met tenslotte nog de bek. En dan is je tekening in dit geval klaar. We gaan eens kijken of je goed opgelet hebt. Want dit is een tekening en Johan die heeft niet zo goed opgelet. Eens kijken of je de foute dingen eruit kunt halen. Nou, die Johan die heeft vast wel een achternaam. Dan zegt hij dat hij een halve appel getekend heeft, maar het is een hele appel. En een zijaanzicht van de appel. De grootte van de appel heeft hij ook niet opgeschreven. En hij heeft hem geschetst. Hij heeft gearseerd. Hij heeft de onderdelen niet onder elkaar staan. Hij heeft de lijnen niet horizontaal staan. Hij heeft de lijnen niet met een liniaal gemaakt. De lijnen kruisen elkaar. De pitjes zijn niet te zien. En de onderdelen die horen aan de rechterkant te staan. En niet aan de linkerkant zoals hier. Nou, dat ga jij vast allemaal beter doen. Als je iets wilt gaan tekenen wat je slecht kunt zien, kun je een loop gebruiken. En wil je nog verder inzoomen, dan maak je gebruik van de microscoop. Dan moet je wel een preparaat maken. Hoe je dat doet, kun je zien in de podcast, het maken van een preparaat. Met die microscoop ga je ook nog leren werken. Maar dat komt later. Want dit was het einde van de 12.1 Waarnemen Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.